Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Als we echt succesvol willen zijn en echt gelukkig willen zijn, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we goed weten door te zetten in plaats van te starten. Natuurlijk moeten we starten om uiteindelijk te kunnen doorzetten, dat is wel zo belangrijk. Dus de eerste fase is om daadwerkelijk te gaan starten met iets. En een idee dat je hebt, maar in ieder geval weten wat je wilt. Hè? Gewoon weten wat je wilt. Eigenlijk draait het daarom. Dat is de beginfase. Vanuit dat punt, als je precies weet wat je wilt en je hebt dat verlangen bij jezelf. En dit is wat ik wil. En als je dat nog niet weet, begin dan gewoon ergens mee. En start dan ook. Maar het is makkelijk om te starten als je precies weet wat je wilt. Maar hoe dan ook, start. En wat eigenlijk is het starten. Dat is al wel vaak een dingetje waarvan ik denk, ja, dit komt al veel tegen. Dit kom ik ook veel tegen bij mensen die ik coach. Dat al een probleem is om te starten. En dat als eenmaal dat startpuntje over is gegaan, dat we wel doorgaan. Maar wat ik ook wel heel veel tegenkom, is toch wel dat we ook niet doorzetten. Dat we dan toch niet door blijven gaan. En dat is ook moeilijk. Nou, dat ligt eraan. Ga je starten en loopt alles lekker op rolletjes, dan is het natuurlijk vrij eenvoudig. Maar zodra we tegenslagen tegenkomen, dan is het toch wel vaak moeilijk om daarmee door te gaan. En daarom denk ik dat het een goede is om eens bij stil te staan dat we vaak veel dingen willen. Veel zaken, veel doelen die we willen bereiken. We willen meer rust, we willen meer tijd voor onszelf. Maar tegelijkertijd willen we ook knallen op onze doelen, wat vaak haaks op elkaar staat. We willen tijd besteden aan ons privéleven, we willen tijd besteden aan ons zakelijk leven. Ook dit staat weer vaak haaks op elkaar. Ik zie dit trouwens niet zo, hè? Dus mijn denkbeeld is daar wat anders over. Ik denk dat alles in elkaar opgaat. En dat betekent niet dat ik daar geen moeite mee heb. Hè? Ook ik ben daar nog zoekende in op dit moment. Van oké, hoe kan ik dit voor zorgen dat ik eigenlijk geen onderscheid meer maak tussen privé en zakelijk. Maar dat alles gewoon lekker in overloop is met elkaar. En ik weet eigenlijk helemaal niet of dat überhaupt mogelijk is. Maar dat is wel iets wat ik voor mezelf probeer te creëren. En ik probeer dat niet echt heel erg los van elkaar te zien. Maar dat kan misschien ook meer omdat je dan ondernemer bent, dat je daar iets meer de focus op kunt leggen om die verschillen daarin heel duidelijk te krijgen. Maar ik denk dus wel dat we best wat meer focus mogen leggen op het doorgaan. En vooral de vraag van wat kan ik doen om door te zetten. Dus hoe kan ik meer doorzettingsvermogen creëren? Hoe kan ik meer discipline krijgen? En ik vind dit fascinerend. Dit zijn de onderwerpen waar ik het ook altijd over heb in de VIP coachingsprogramma's. Dit is iets waar ik zo alert op ben. Ik denk dat als je iets moet noemen vanuit het coachingsprogramma, je zou kunnen zeggen dat het is meer een disciplineprogramma. En dat is het ook in feite. Want kijk, het beginnen, het starten, dus net afvallen vind ik er toch wel een heel mooi voorbeeld in. Hè? Is dat we een paar dagen, een paar weken, een paar maanden zijn we lekker aan het sporten. We zien heel snel vooruitgang, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. We hebben ons doel bijvoorbeeld bereikt en denken we, oh weet je, en nu kunnen we het wel weer laten zakken. En dat betekent dus dat je uiteindelijk weer hetzelfde afvaldoel gaat krijgen, omdat je weer terug gaat vallen in het oude gedrag. En dat is dus iets wat ik absoluut niet wil zien. Of tenminste, ik probeer anderen daarop te hameren, ook door middel van bijvoorbeeld deze podcast, om dus vooral te kijken, hoe ziet jouw ideale leefstijl eruit? En hoe kun je de gewoontes ontwikkelen om dit ook te blijven doen? Want als je gewoontes ontwikkelt, dan val je veel minder snel terug in oud gedrag. Tandenpoetsen is daar natuurlijk een topvoorbeeld in. We doen dat gewoon omdat we het doen. Maar dat kunnen we dus ook doen met sporten. En dat kunnen we ook gaan doen omdat we het gewoon doen. Het zijn allemaal gewoontes, een reeks van gewoontes, die ervoor gaan zorgen of je wel of niet gaat doorzetten. En het mooie van die gewoontes is dat als het een gewoonte is geworden, dan kost het je ook veel minder energie. Waardoor het ook nog eens makkelijker wordt om het te gaan doorvoeren en om ermee bezig te blijven. Ja, en ik denk dat die concepten bij elkaar opgeteld heel mooi zijn om door te nemen en ook mee bezig te zijn. Dus vandaag in deze podcast iets meer de nadruk gelegd op het doorgaan, maar ook op hoe je dat dan zou kunnen doen. Dus al die taken die je hebt, al die doelen die je hebt, splits dat voor jezelf op en zorg ervoor dat je dus die focus vasthoudt op één doel tegelijk. Dat je daar, dat we meer tijd daar aan besteden. En ook dat je dus heel goed van tevoren weet wat je wilt. Want daar zit eigenlijk je why en daarmee blijf je doorgaan. Op het moment dat je dan een tegenslag hebt, dan ga je terug naar oké, waarom wil ik dit eigenlijk? En dan komen al die punten naar voren die je ook daadwerkelijk wilt realiseren.
En vanuit daar kun je dan vervolgens doorgaan daarmee en de vervolgstap nemen. Dus weet wat je wilt, hou focus op één doel tegelijk en geef niet op totdat je je doel hebt gerealiseerd. Het zijn zulke eenvoudige woorden, ik weet het, maar ze zijn zo moeilijk eigenlijk om toe te passen. En om daar dagelijks ook mee bezig te blijven. En dat is precies waarom ik deze podcast opneem, waarin ik dit soort tips en inspiratie graag met je wil delen van hoe je dit kunt doen. En vandaag kan ik nog een hele korte tip met je delen. Maak op het doel waar je heel graag op wilt doorzetten, zorg ervoor dat je daar elke ochtend eventjes aan denkt. Ook al is het maar 1 minuut, maar gewoon even denkt aan het doel. Wel een heel helder en concreet doel hebben. Dat eventueel zelfs voor jezelf heel even visualiseert het plaatje. Of dat je een plaatje uitprint voor jezelf en daar elke dag even naar kijkt. Maar ga dat doen. En ga dat niet eens 30 dagen doen of 60 dagen. Nee, ga dat de rest van je leven doen. Op je belangrijkste doel. En je doel kan natuurlijk op een gegeven moment veranderen. Dan print je een nieuw plaatje uit. Of je visualiseert een nieuw plaatje. En als je dat gaat doen, dan zul je merken dat je meer focus gaat krijgen. Elke dag op je doel. Onbewust focus ook. Hè? Onbewuste focus. In het begin doe je het bewust, want je kijkt heet naar je plaatje. En vervolgens ga je dat onbewust doen. En dat gaat uiteindelijk ook een rol spelen met je mindset. En juist op momenten dat je dan tegenslagen hebt, ga je terug naar het plaatje. En dat kan je de kracht gaan geven om wel door te zetten. Nou ja, misschien een hele simpele oefening waar je mogelijk wel iets mee kunt. Dus mijn vraag is, wat voor plaatje heb jij op dit moment van jezelf voor jouw belangrijkste doel? Probeer dat voor jezelf te concretiseren. Je kunt er ook een vision board voor gebruiken of wat je ook maar wilt gebruiken. Maar zorg ervoor dat je dat ene minuutje in de ochtend pakt om even na te denken. Wat is eigenlijk mijn belangrijkste doel? Hoe ziet dat er voor mij uit? En dan hoef je nog niet eens de actiepunten te formuleren. Dat zal wel het allermooiste zijn natuurlijk. Maar ga alleen maar eens dat doen en zet daar eens op door. Probeer dat de komende 30 dagen in ieder geval eens te doen en kijk eens wat het gaat doen met jouw focus. Ik hoop dat je hier iets aan had. Laat me in een reactie op deze podcast ook even weten wat jij doet om constant te blijven doorzetten. Hoe ga jij om met tegenslagen? Vind ik interessant om te horen. En dan hoop ik je natuurlijk, net als altijd, een volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.